Ter afronding van het door Alcoa gefinancierde project Entrepreneurship Training to Support Small-Scale Businesses in Para heeft de stichting Foncel in samenwerking met de Women in Business Suriname een mini-ondernemerschapsbeurs georganiseerd. Deze mini-beurs is afgelopen zaterdag gehouden in het multifunctioneel centrum Para. U hoort Lea Seldenrust, voorzitter van stichting Foncel. Het project ging meer om ondernemerschapsbevordering, de theorie erachter en ook praktijkgedeelte coaching. De mensen hebben geleerd, tenminste kennis gemaakt met de ondernemerschapscompetenties. Ze hebben die al, maar meer de ins en de outs, de do en de don'ts. Marketing, finance en een stukje begeleiding bij het schrijven van hun businessplan. Al met al zijn we vanaf november gestart, officieel met de training in februari, tot en met juli, daarna de coaching en nu zijn we aan het eind om het af te ronden. We vonden het mooi, wat para groot is, om iedereen tenminste de gelegenheid te geven om te zien wat deze 30 bij elkaar ondernemers hebben gepresenteerd. De wijze dat de cursisten met die informatie omgaan, juist op het zoek. We zien dat ze heel open zijn, maar meer nog zie je dat er behoefte is naar meer ontwikkeling in dit gebied. De Women in Business Group staat open om vooral vrouwen ondernemerschap klaar te stomen, klaar te maken. Onze policy is dat ontwikkeling moet komen in Suriname, in het algemeen, maar vooral in de district. We zijn al jarenlang bezig, zeker bijna 30 jaar, zijn wij bezig om ontwikkeling te brengen in ondernemerschap. En we juichen het toe omdat wij daarin geloven dat Suriname gaat helpen om ons naar de next level te brengen. Aldus Marion Stekkelvroom, voorzitter van de Women in Business Suriname. Het DNA-lid van Para, Patrick Kensenhuis, was blij dat deze organisaties helpen om de ontwikkeling van Para verder op te stuwen. Want we gaan niet zeggen dat Para niet ontwikkeld is, benadrukte hij. Ik moet namens de organisatie ook bedanken voor het vertrouwen dat de organisatie heeft gehad in de ondernemers in het district Para. En dat de organisatie het voorstel heeft kunnen uitwerken, eventueel donaties heeft kunnen vinden om het project hier uit te voeren. Dat wil zeggen, er is geloof, er is vertrouwen. Suriname zit dus op dit moment op een cruciaal punt. Een punt waar we uiteindelijk zeggen, we moeten de productiesector vooral stimuleren. Maar ook iets anders. We moeten gaan kijken om ondernemerschap te bevorderen. Ondernemerschap helpt werkgelegenheid te creëren. Ondernemerschap helpt je ook te helpen om zelf te voorzien in je eigen levensbehoeften. Patrick Kensenhuis, DNA-lid Para. Dat het initiatief van Stichting Foncel en Women in Business Suriname zeer heeft toegejuicht. Hij sprak afgelopen zaterdag bij de start van de mini-ondernemerschapsbeurs in Para.